Ik ben het gelukkigste paard op de wereld. Paardjes kunnen niet praten. Beste dames en heren, vandaag trouwen Glinster en Kataklop met elkaar. Soks, de trouwerij is begonnen. Dit gaat zo niet lukken. Laat het bruidspaar maar iets zeggen. Je mag nu even iets zeggen. Ik ga niet met hem trouwen. Hij stinkt. Mijn hartje is gebroken. Ik zei, paardjes kunnen niet praten. Oh, ik bedoel... Zorg dat ze gaat trouwen. Jullie mogen nu gaan trouwen. Ze zei, jullie gaan nu trouwen. Jullie moeten nu zeggen, ja, ik wil. Ja, maar in paardjestaal. Wat gaat ze nou doen? Muffin gaat in de aanval. Zet hem op, Muffin. Het gaat je lukken. Hup, Muffin. Kijk eens naar Bentley. Hup, Bentley. Hup, Bentley. Kijk hoe geconcentreerd ze is. Het gaat haar lukken. Het gaat haar lukken. Oké. Dus wat zou jij doen? Nou, ik drink eens even, papa. Nee. Modder. Meer modder. Zo bruine modder. Daar maak ik er wat meer van. Papa, naar welke kant moet ik de kraan opendraaien? Papa. Ja, Bingo. Later. Ik heb hem al open, papa. Zo, nu alleen maar mijn flesje vullen. Ik leg deze even hier neer. Het regent! Bingo, wat ben je allemaal aan het doen? Dan? Bingo, pak de slang! Dat probeer ik! Het water kittert me af achterwerk! Vergeet die slang! Draai de kraan dicht! Nee, 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 de andere kant op met de klok mee! Op een dag werd Barnacus wakker en ze zag meteen dat Bumpy heel erg ziek was. Oh nee, Bumpy is ziek! Er gingen een heleboel dagen en nachten voorbij en Bumpy werd maar niet beter. Het is niet eerlijk. Barnacus ging overal op zoek naar hulp, maar niemand wist een manier om Soks te genezen. Oh, ik bedoel Bumpy. Winkel, meneer. Kunt u Bumpy alsjeblieft helpen? Sorry, ik kan alleen maar wortels verkopen. Uiteindelijk vroeg ze het aan de bakker. Oh nee, Muffin, dat is mijn mooiste vaas. Hoi, Bluey. Wil je ook een pannenkoek? Hihi, Muffin. Ze heet toch Barnacus? Waarom vraag je... Waarom vraag je het niet aan de oude wijze wolfshond Barnacus? Waarom vraag je het niet aan de oude wijze wolfshond, Bluey? Barnacus. Ik bedoel, Barnacus. Oh ja, natuurlijk. Bedankt, bakker mevrouw. Was het zo goed, papa? Succes, Bluey! Oh, Muffin! Ze is er! Ja, Muffin is er. Mama, je weet wat je beloofd hebt. Ja, dat weet ik. Omdat vanavond speciaal is en jullie nichtje Muffin komt slapen, mogen jullie ietsjes later opblijven. Hoera! Laat opblijven! Laat opblijven! Muffin, we mogen laat! Kokosnoten zijn gevuld met water. Oh, jongens. Muffin heeft vast een slaapje gemist. Ik ben een lama! Ibigamabama! Yam, 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 yam! Zei ze nou, ik ben een lama? Deze aflevering van Blue heet Het Logeerpartijtje. Jij stopt deuren, deurstopper. Ja? Wat is er aan de hand, oom Streep? Weten jullie?
jullie nog dat toen jullie kleiner waren, jullie overdag een slaapje moesten doen? Ja. En toen je ouder werd, was dat slaapje niet meer nodig. Klopt dat? Ja, nu slapen we maar één keer. Ja, in de nacht. Nou, Muffin is net aan het proberen te stoppen met dat tweede slaapje overdag. Oh. Ja! Oh. Papa, stop! Oké, Muffin. Vanavond ga jij vroeg naar bed. Wacht, nee. Wij mogen wat later opblijven. Ik moet er vandoor. Hey, Muffin! Auw! Kokosnoot! Mama, wij mogen toch later opblijven? Dat weet ik, ja. Maar we moeten doen wat goed is voor Muffin. Ze heeft geen slaapje gedaan. Maar je hebt het beloofd. Eén spelletje, dan naar bed. Oh. Opblaasbare gitaar! Oh, ik weet wat. We doen een heel erg lang spel. Dan moeten we later opblijven om het af te maken. Ja! Piepoe! Oké, één spel, dan naar bed. Mooi. Wat voor spel? Restaurantje! Oh. Zo, echtgenote Sandra. Zullen we eens lekker lang uit eten gaan vanavond? Toppie, schat! Goedenavond. Welkom in ons restaurant. We hebben een snelle bediening. Met hoeveel personen komt u eten? 3. Uitstekend. 1, 2. Waar is nummer 3? Ah! Word wakker, Sandra! Mijn naam is Boeboe Baboe! Boeboe Baboe moet naar bedje toe. Nee, dat hoeft niet. Ze houdt gewoon van planten. Ah! Ik haat planten! Ah! Laat je niet zo gaan, Sandra! We kunnen verder. Tjoetjoe! Boedam! Volgende halte, het museum! Sandra, dit is toch geen bus? Hier zijn de menus. Ja, even een waarschuwing. We hebben nogal lang de tijd nodig om te kiezen. Helemaal niet. Oh, het ziet er toppie uit, schat. Piep! Kokosnoten zijn gevuld met water. Sandra, wat doe je nou? Laat haar los! Bluey. Misschien moeten we maar een patatje gaan halen. Kom mee, gezinnetje. Patatjes! Patat! Ik heb lekkere frietjes. Oh, hallo. Willen jullie wat? Hey! Patat! Oké. Alsjeblieft, niet met mijn frietkraam schudden. We willen wat patatjes graag. En doe rustig aan. Jullie vriendinnetje moet eigenlijk naar bed. Oh nee, het gaat best. Nou, dat is dan $4 in douche graag. Oh, als we betalen is het spel afgelopen. Wat gaan we daaraan doen, schat? Ik weet het. Rennen, Sandra. Oké. Hey, stop, dief. Het spel gaat gewoon door. Dat is toppie, schat. Politie. Riep iemand hier politie? Ja, ik. De dief rende daarheen. Stop, politie. Je bent echt doodmoe. Halt! Bedankt voor de moeite, meneer. Ik wil dat u haar flink aanpakt. Luister even. Als jullie vriendinnetje patatjes koopt, moet ze ook voor patatjes betalen. Ja, politie mevrouw. Sorry, politie mevrouw. Oké, meisjes. Bedtijd. Oh, het is niet eerlijk. We mochten laat opblijven. Bluey, het is laat. Kijk, het is al 8 uur. Het is al laat! Hoera! Geen hoera, Bluey. Als je nichtje zo vreselijk moe is, moet jij extra op haar passen. Muffin had al lang in bed moeten liggen. Kijk haar nou. Raragend! Sandra, kom terug! Dit betekent niet dat het spel nog doorgaat. Ik kom hier redden, Flamingo! Is alles goed, Muffin? Ik ben de Flamingo-fee! Bluey, het spel is dus nog niet afgelopen. Dan kunnen we zelfs nog langer opblijven. Nee, Bingo. Doe wat ik doe. Ah, Sandra, kijk. Daar komt de politie, mevrouw. Kom vlug mee. Je krijgt ons niet te pakken, politie, mevrouw. Bluey. Ik ga jullie pakken, hoor. Vlug hierin, Sandra. Oké, Bluey. Hier gaat ze je nooit vinden. Bedankt, Bluey. Nu heel stil zijn. Dan kijk ik of de kust veilig is.
Ben ik moe, zeg. Dan moet je wat vroeger naar bed toe gaan. Ja, dat zal het zijn, Muffin. Bluey? Ja, Muffin? Weet jij misschien waarom er een flamingo in mijn slaapzak ligt? Dat is een lang verhaal. Ik wil alle croissants kopen graag. Wat kost dat? 6.00. Oké, momentje. Alsjeblieft. Neemt u ook bananen aan? Ja. Oh, echt? Jongen, wat een mazzel! Nam. Oh, lekker. Namaste, meneer. Hallo. Wat kost het als u ons naar dit hotel brengt? 300. Nee, de reisgids zegt 100. Dat is een redelijke prijs. Nee, 300. Klaar om te gaan? Hij wil 300. Vraag of hij ook bananen aanneemt. Bingo, geef een Buster flinke pijn in zijn buik. Oké. Ik heb buikpijn. Ik moet naar de wc. Betalen wat hij wil. Ik weet hoe dit afloopt. Croissants. Ik zei nog, eet er niet te veel van. Maar ze waren goedkoop. Ik hoop dat we er bijna zijn. Papa! Bingo, geen dingen afpakken. Maar hij is van mij. Tijdens het spel is hij van Bluey. Daarna geeft ze hem weer terug. Oké, het spijt me, Bluey. Goed gedaan, Bingo. Ik wil hem niet meer. Papa, ik heb sorry gezegd, maar nu wil ze de etui niet meer terug. Neem je Bingo's excuses aan, Bluey? Nee, waarom zou ik? Omdat de kerstman je anders geen cadeaus geeft. De kerstman houdt heel erg van kinderen die sorry's aannemen. Oké, best. Nou, dat ging makkelijk. Oké, nu mag iemand anders spelen voor de kerstman! Welterusten, kinderen. Niet gluren, anders geen cadeaus. Nee hoor! Ho, ho, ho! Wat? Stoute kinderen, jullie gluren naar de kerstman. Maar niet expres hoor. Jij maakt ons wakker. Geen cadeaus voor jullie. Wat? Wat een rotstreek. Ik ga dit in de prullenbak gooien. Nee! Het spijt ons, kerstman.